Eigenlijk kan je zeggen dat de vuurwerkramp die hier in deze wijk heeft plaatsgevonden, natuurlijk, het klinkt wat cru, maar zo is het natuurlijk wel, ook een heleboel ruimte heeft geschapen. Niet alleen ruimte omdat er dan een hoop bebouwing weg was, maar ook ruimte dat er natuurlijk een enorme som geld voor de wederopbouw van de wijk naar deze stad is toegekomen, waardoor opeens een heleboel dingen mogelijk werden. En ik durf de stelling best aan dat als die ramp niet was geschied, dat dit museum er nooit had gestaan. Maar toen kwam de vuurwerkramp en toen ontstond het idee om hier een cultuurcluster te huisvesten. Dat betekent een aantal kunstenaarsateliers van de kunstenaars die hier in de wijk een atelier hadden. Het 21 Roosendaal, een dependance van het Centrum Beeldende Kunst in deze stad, wat een eigentijds kunst doet. En Museum Twentse Wellen. Er lag al een stedenbouwkundig plan voor deze hele wijk. En zo was er ook voor het Roosendaal, voor het complex wat Kees net zei, was eigenlijk ook bepaalde dingen die gehandhaafd moesten worden. En dat was die lange wand, die muur, die oorspronkelijke, die het industriële complex afscheidt van de woonomgeving eromheen, die moest blijven staan, die muur langs de strooiingsplek weg. Een van de punten die ook in het stedenbouwkundige plan was voorzien, was echt een hoogtepunt. De zogenaamde EFRO-gelden zijn in het gebouw gestoken, dus in de aanpassing van het gebouw, in het materieel, dus niet in de museuminrichting. Maar echt het gebouw zelf, de hardware. Een belangrijke bijdrage vanuit het EFRO-fonds. Heeft er een tweede centrum bij gekregen, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Met Roombeek en het Roosendaal erin. Dankzij Europa staat dit ook, zou je kunnen zeggen.